Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagingen. Ik ben nieuwsgierig en vraag mensen wat de goede voornemens zijn voor het jaar 2012. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Wat zijn die goede voornemens voor het jaar 2012? Meer geld verdienen. En nu goede voornemens? Gezonde eten bijvoorbeeld? Ah, dat doe ik al. Meer sporten? Dat doe ik al. U bent gewoon gezond en gelukkig, u heeft goede voornemens. Ja. Wat heeft 2011 u gebracht? Heel veel goeds. Ja. Kunt u een voorbeeld geven? Gezondheid. Veel werk. Heeft u goede voornemens? Ik ben gewoon een blij mens. En daarmee is het... En wat zou u willen gaan doen in 2012? Of iets anders? Nou, ik heb een heerlijke tuin waar ik enorm van kan genieten. En daar gaat u mee aan de slag in 2012? Nou, natuurlijk. Ja, die moet je bijhouden. Alle beste. Oké. Heb jij goede voornemens? Wil je dingen anders doen in 2012? Nee, gewoon hetzelfde. Ja, dat maakt niet zoveel uit voor mij. Dus nieuwjaar of zo. Dus, En als jij terugkijkt naar 2011, wat zou je dan anders willen doen in 2012? Ja, gaan vaker naar Frankrijk om mijn familie te zien. Ja, dat is alles. Goedendag meneer. Sorry dat ik jullie stoor, maar goede voornemens? Nee, ja, dat hebben we altijd. Ja? Ja, hebben we altijd. Kunt u een voorbeeld geven? Nu ik jullie zie, is het weer helemaal goed met me. Ja? Ja. Ik hoop dat jongeren beter kunnen gaan opschieten met de Nederlandse mensen en andere mensen ook. En dat wat meer rekening met elkaar gehouden wordt. Kun je daar bijvoorbeeld een voorbeeld van geven? Of? Nou ja, dat het een kleinere groep is die het voor een grote groep verpest. Ja. En zo krijg je de haat en nijd naar elkaar en dat is zonde. En wat zouden we eraan kunnen doen? Meer contact hebben. Meer ook de ouders erop gaan letten. Wat brengt 2012 met zich mee voor u? Fijn dat ik een baan heb. Want ja, dan moet je eigenlijk wel blij zijn deze tijd, geloof ik. U bent nu gepensioneerd? Ja. Zou u in 2012 naar Marokko willen gaan, Agadir? Ja. Wat zou je heel graag in 2012 willen doen? Ik ga eigenlijk, ik was gewoon bezig hier in RSU om opleiding te volgen. Als dat lukt, dan ben ik helemaal blij om. Dus een opleiding volgen, dat is jouw goede voornemen? Ja, ja. Ik ben eigenlijk net geweest. Ik had net een intakegesprek met iemand hier. Stel dat je wordt aangenomen, wat doe je dan? Dan ben ik blij om. Ik ga gewoon volgen, studeren. Als die opleiding afmaakt, dan ben ik helemaal blij om. Dan kan ik gewoon makkelijk baan vinden. Ja. Ja. En dan trouwen en kinderen krijgen? Dat is natuurlijk. Hey, Drien. Het jaar 2012. Wat zijn uw goede voornemens? Beter te leren luisteren naar de mensen wat ze bedoelen. En daar weer een feedback op geven. Ik denk dat, dus kom overeen dat je... Dat je dingen langzaam tot je door moet laten dringen om tot een conclusie te komen. Ik vind dat een heel mooi voornemen. Dat is echt een menselijke voornemen ook. Ja, dat is waar, ja. Precies. De meesten hebben het over vakantie, de meesten hebben het over gezondheid. Ja, en u heeft het over... Kijk, als je voornemens zeg maar op die manier probeert te hanteren, dan ga je ook heel lekker op vakantie. Want daar heb je erover nagedacht. Heeft u goede voornemens en wat zijn die goede voornemens? Stoppen met roken. Stoppen met roken. En ja. Is dat al gelukt? Of? Nee, ik ben wel minderen, maar wel stoppen met roken. Ja, ja, ja. Dus u wilt gewoon gezonder gaan leven? Juist, ja. Lekker bewegen en zo, ja. Vaker de hond uitlaten bijvoorbeeld? Nou, dat niet hoor. Hij gaat regelmatig uit. Ook naar het bos gaan we, amelizeert. Dus, Wat zou u nou echt heel graag willen doen in 2012? Ik zou het echt niet weten. Gewoon, we hebben een mooi huisje gekocht aan het water. Daar lekker vertieren. Genoeg geweest. Ja, lekker genieten.